Well, this is Cornelia Vonderen, our MVP from last year. She plays at guard. Dit is Jordi Katman. Komt hier vandaan uit van deze club, van Bemmel Basketball, en speelt op de guard. Hallo, dit is onze nieuwste aanwinst, Anne van Vlijmen, op de point guard. Afgelopen jaar bij Apeldoorn, maar een groot verleden hier bij Betouwen Basketball. Dit is Malou de Klein, teruggekeerd van vorig jaar, op de guard. Vele ploegen professioneel gespeeld en we zijn blij dat ze terug is bij ons dit jaar. Vanavond de persbijeenkomst van Lactitech. Ook hier is het nieuwe seizoen begonnen. We spraken vanavond met de nieuwe coach van Lactitech, Daan de Heus. En twee speelsters, Cornelia Vonderen. Zij is de Amerikaanse speelster die terug is gekomen en vorig jaar ook al hier gespeeld heeft. En Anna van Vlijmen, zij is nieuw binnen het team en komt vanuit CTO Apeldoorn. Wie is Daan de Heus? Nou, ik ben Daan de Heus. Ik ben 30 jaar oud. Ik ben opgegroeid in Eindhoven, maar woon inmiddels al een jaar of vijf in Den Bosch. En ik ken het verleden in het basketbal bij Almonte Eindhoven, maar onder andere ook New Heroes Den Bosch. En de afgelopen jaren aan de vrouwenkant, als assistentcoach bij het Nederlands damesteam. En dat is een beetje jouw carrière. Je hebt ook in de Verenigde Staten gezeten, hè, met basketbal, een korte periode. Ja, ik ben daar voor een periode van 2 jaar geweest. Dus in Ithaca, New York. Een uur of 3 boven de stad New York. Op Cornell University. En daar heb ik als assistent coach mogen werken. En dat is natuurlijk een fantastische ervaring om daar fulltime in de basketbalsport actief te zijn. Hoe is Lactitech bij jou gekomen om jou aan te stellen als coach voor dit komend seizoen? De afgelopen 4 jaar ben ik meegeweest met de Nederlandse jeugdteams naar de verschillende EK's. En de afgelopen jaren ook wat dingetjes gedaan, onder andere in de onder 20 eredivisie, dus het hoogste jeugdniveau. En natuurlijk als assistent bondscoach bij het Nederlands damesteam. En ik vermoed dat via die wegen en die prestaties dat ze bij mij zijn uitgekomen. Onder andere natuurlijk ook een link met de bondscoach Hakim Salem. Dan heb je het er wel over hoe het gaat en hoe, wat voor een vereniging dit is, wat voor een organisatie dit is. En ja, de keren dat ik hem erover heb gesproken was altijd heel positief. En verder heb ik de gesprekken gewoon zelf gevoerd, maar uiteraard wel even een checkvraag gedaan bij hem. Ik denk dat we zeker een ploeg hebben die sterk is en waarmee we in ieder geval mee kunnen doen voor de prijzen. De druk die dat met zich meebrengt, ik denk dat je ieder jaar bij iedere ploeg ook jezelf veel druk oplegt. Ik denk dat we dat als ploeg zelf doen en ik denk dat we als coachingstaf dat we dat zelf doen. Dat er dan wat druk bij komt kijken van buitenaf is in die zin niet zo spannend. Is in ieder geval een leuke positieve druk dat je mee gaat doen. Ja. En dat je niet aan de onderkant zit of moet strijden tegen degradatie of iets dergelijks. Ja. Dus ik denk dat het vooral een heel erg positief punt is dat we weer een hele goede ploeg bij elkaar hebben gebracht. Ja, want los van die prijzen zie je natuurlijk ook dat jij bent inmiddels de zesde coach, hè, in een jaar of 3. Met wat tussencoaches erbij. Hoe kijk jij daarna? Nou, het is in ieder geval duidelijk dat de afgelopen jaren dat er veel wisselingen geweest zijn. Je hoopt natuurlijk dat ik daar niet aan mee ga doen. In ieder geval niet op zeer korte termijn. Ik denk dat ze allemaal een soort van hun eigen verhaal hebben. Hoe, wat, waarom. Kijk bijvoorbeeld naar Hakim Salem, hè, die een mooie stap kon maken naar het Nederlands damesteam. En dat niet te combineren was vanuit de bond. Dus het is niet allemaal negatief geweest, denk ik. We hebben een nieuwe coachingstaf en wij zijn bezig met het nieuwe seizoen en niet wat er is gebeurd in het verleden. Want blijf je ook nog assistent bondscoach van de dames team? Ja, in ieder geval tot en met de huidige cyclus loopt tot en met november. Daarin zit het een derde window van de EK-kwalificaties. Spelen we nog 2 thuiswedstrijden. Daarna wordt er logischerwijs geëvalueerd door de bond. En zullen we kijken hoe we verder gaan. Zijn ze allemaal fit? Gaan we de competitie in met een totaal fitte ploeg? Want Richelle heeft de kruisband afgescheurd. Hoe staat het daar dan bijvoorbeeld mee? Richelle zal zeker nog niet fit zijn bij het begin van het seizoen. Zij heeft afgelopen november haar kruisband afgescheurd. Daar zijn we druk mee aan de slag. We zijn hard met haar aan het trainen. En ze maakt mooie stappen sinds we 3 weken geleden zijn begonnen. Dus dat ziet er wel heel goed uit. Alleen het is altijd lastig om in te schatten wanneer ze dan precies weer aan gaat sluiten. En buiten Richelle is iedereen fit en is iedereen goed gestart aan de voorbereiding.
Even een prognose voor het komend seizoen. Je kunt meedoen voor de prijzen. Je kent de andere teams ook een beetje. Er zitten natuurlijk wel twee nieuwe teams bij, hè, die je misschien nog niet zo goed kent. Maar wat denk je zelf? Wij gaan meedoen voor de prijzen. Of je ze dan daadwerkelijk aan het eind van de rit gaat pakken, of dat je er meerdere gaat pakken, dat zal een lastige zijn. En het is lastig om nu al in te schatten. Ik denk wel dat als je de competitie ziet zoals je hem nu ziet, is dat er met name 5 ploegen mee gaan doen voor de prijzen. En dat 2 ploegen die nieuw zijn, leuke dingen gaan laten zien. Maar die verwacht ik nog niet dat die 1, 2, 3 klaar zijn om dit jaar al mee te gaan doen voor de prijzen. Wij willen prijzen pakken, maar ik ga me er niet aan wagen om nu al te zeggen dat wij landskampioen gaan worden of de beker winnen of iets dergelijks. Dit is Richelle van der Kel, onze woman in the middle, 1,96, opleiding bij New Mexico State. Dit is Yveske Hoek, onze nieuwe aanwinst op de forward, vorig jaar bij Royal Eagles Apeldoorn. Dit is Nanneke Vissers, onze nieuwe aanwinst op de guard, haar afgelopen periode gespeeld bij het CTO. En net als ik, uit Brabant. Yay! Dit is Fenne van der Wielen, een echte Bemmelse, speelt voor ons op de guard. En de echte Bemmelse houden we er graag bij. Cornelia. Yes. Good to see you back in Bemmel. It's good to be back. Yeah. How come you're back? Of course, to play basketball. That's the main reason I'm here. To be my teammates, obviously. It's just good to be back, get to see the fans, get to see back in Bemmel, see the community and everybody. So it's real good to be back. They ask you again to come back here. It was a surprise for you, or? I had been talking to Anouk all summer, and we had discussed some things before I had left. And I had told her that I'd make a decision, I would let her know. And that's what kind of happened. So I think it's a good decision that I came back. I think everything happens for a reason. Mm-hmm. So I'm just glad to be back, and I'm glad they wanted me to come back. So I'm very grateful for that. You meet the players of the team. Yes. What is your first expectation of the team? It's some new players, some you know from the mm-hmm. the other season. I haven't met Julia, but everybody else is real nice. I'm happy to see what we're going to do the whole season. It's going to be a surprise, I think, for everyone, not just for me, but for everyone, because we have a new team, we have a new coach, and it's just going to be a surprise to everybody to see how we play and connect as a group. The competition this year, 7 teams, 2 new ones. Some left the competition. What do you think about that? Competition is competition. As long as we're playing basketball and we're doing what we're supposed to, it doesn't matter who we play. As long as we go out there and give it 110% and compete, I think we can compete with anyone. As long as you work hard and do what you're supposed to do, I think we have a good chance. Dit is Julia Jorritsma, onze nieuwste aanwinst op de guard en op de forward. Heeft haar opleiding afgelopen tijd gevolgd bij het CTO. En de volgende, Brabantse. Dit is Bo Teulings op de forward, een van onze jongere speelsters. Ik heb haar al eerder onder mijn hoede gehad in de jeugd en we gaan er een mooi seizoen van maken. Dit is Kato Koenen, wederom een forward. Voor velen al bekend vanuit Batouwen Basketbal. En vorig jaar Rookie of the Year. En daar gaan we dit jaar een mooi vervolg aan geven. Dit is Lisanne de Jonge op de forward, onze alleskunner uit Bemmel. Blij dat ze weer terug is. En we gaan met haar mooie prijzen pakken. Anne van Vlijmen, welkom. Dankjewel. Het nieuwe seizoen Lectitech zit hier bij de persbijeenkomst. We wilden jou graag even spreken, want je hebt jouw roots ook liggen hier in Bemmel als het om basketbal gaat. Ja. Kun je wat vertellen over jouzelf en over jouw carrière? Ja, ik ben begonnen hier eigenlijk bij Wiba toen ik 6 jaar was. En nou, op een gegeven moment ging het wel steeds beter en wilde ik ook steeds meer trainen. En ja, werd ik ook gevraagd om bij andere clubs te komen. Toen ben ik naar Wildcats gegaan voor een jaartje. Ja. En toen vanuit Wildcats naar Bemmel gegaan. Daar heb ik denk ik 4 jaar gezeten. En daarna ben ik doorgegaan naar het CTO in Amsterdam. En vanuit daar naar de Royal Eagles in Apeldoorn. En nu zit ik weer hier bij Lectitech.
En hoe komt het dat je nu weer terug bent bij Lectitec? Ja, Royal Eagles heeft geen team meer hè, in de Eredivisie, dames. Ja. Was je zelf op zoek naar een team of hebben ze jou benaderd? Ze hebben me wel benaderd, inderdaad. En ja, ik vond het wel een goede tijd om weer terug te gaan. Hoe zit je in het team? Hè? Want je bent guard. Dus je hebt ook natuurlijk wel wat concurrentie binnen het team. Hoe sta je daarin? Nou ja, iedereen moet gewoon hard werken, denk ik, voor zijn plek. En ja, ik doe gewoon mijn best en dan zie ik wel waar het terecht komt. Toen je vorig jaar bij Royal Eagles speelde, had je toen ook wel af en toe het gevoel van... ik wil ook wel een stapje hoger doen naar een team wat echt meedoet met de prijzen. Ja, dat zeker. Want ja, we verloren natuurlijk wel heel veel. Ja. Dan baal je wel steeds en dan is het steeds hetzelfde. En dan ja, toch wil je wel gaan winnen en echt ook meedoen voor de prijzen. En ja, het is wel ook een belangrijke keuze geweest. Ja. Nu ben je weer terug in Bemmel. Wat is het verschil tussen de Royal Eagles en hier Lectitec in Bemmel? Ik denk dat we hier wel wat meer ervaren speelsters hebben en ook wat ouder zijn. In Apeldoorn hadden we echt wel gewoon jongere speelsters, wel gewoon talentvol. Maar ja, dat gaat niet altijd even goed. Iedereen moet natuurlijk ook nog leren en ja, dat is denk ik wel het grote verschil. Ja. Dit is Anne van Vlijmen, onze nieuwe aanwinst op de point guard. Kent de verleden bij Betouwen Basketbal en komt afgelopen jaar, heeft ze gespeeld voor Apeldoorn. Man, man, man!